Wij zaten gisteren in de trein met een goede vriend van ons. En toen kwamen wij tussen een groepje voetbalhooligans. Die waren heel blij, slaan op de ruit en zo. Daar had Ilse tussen kunnen staan. Ja. En dat weet ik nu pas. La 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 la. Bijna niemand weet dat ik een voorliefde heb voor slagers. Het slagergenre. Rex Gildo, dat zegt natuurlijk niemand meer iets. Dan heb ik het over een Marianne Rosenberg. Ik heb het over een Santa Maria. Het slagergenre, Roland Kaiser. Dat zijn dingen waar ik heel veel genoegen uit haal. Ja. Zowel fashion-wise als vocaal, muzikaal en streling voor het oor. Ja, ik wist het van je. Maar ik sta dan ook wel heel dichtbij. Jij zit heel dichtbij, maar je staat ook heel dichtbij. Dus dat, jij wist het wel. Ik wist het. Ja, ik denk dat bijna niemand van mij weet dat ik ongelooflijk veel van Feyenoord hou. Dat ik een Feyenoord-fan ben. En dat ik heel veel van voetbal hou. En alles wat ermee te maken heeft. Kijk, je ziet de verbazing op haar gezicht. Ja. Waar ben je het meest bang voor? Dat is voor mij makkelijk te doen. Ja, ik ben het meest bang dat mijn kinderen iets overkomen. Dat is altijd een soort basisangst die ik altijd heb. Ergens die van binnen. Dus daar ben ik het meest bang voor. Dat hen iets overkomt. Dat er iets vreselijks gebeurt. Oh, dat ze ontvoerd worden. Ik kan er niet eens aan denken. En dan word ik ook, keert mijn maag zich al om. Ja. Ja. En jij? Ja, hetzelfde. Ik zit er weer bijna te huilen. Ja. Ik sluit me helemaal bij aan. Mogelijk. Ja. Grootste angstverlies. Ja. Wat staat er nog op je bucketlist? Oh, mijn Güte. Op de bucketlist. Nou, er staat wel en kijk, wat ik heel graag zou willen doen nog in mijn leven. Ja, is een heel goed satirisch programma maken. Een actueel satirisch programma. En dan nieuws gerelateerd. Dat zou ik super graag willen doen. Dus dat zou ik dolgraag willen. Dat is ook echt een uitdaging. Ja, dat zou ik heel graag willen. Dus echt een actueel. Dus het echt op het scherpst van de snede moet maken. En dan satire. Op het nieuws. Dat lijkt mij super leuk om te doen. Ja. En jij? Wat ik heel erg leuk zou vinden, zat ik gisteren aan te denken dat je hele echte hits uit de jaren 80 of juist niet hits kan in het concertgebouw met het residentieorkest, met een fantastisch orkest te berden kan brengen met een hele leuke groep mensen. En dat je die helemaal bewerkt en dat lijkt me fantastisch om een keer te doen. Reizen staat op mijn bucketlist. De kinderen grootbrengen op een goede manier. En lekker altijd kunnen blijven werken met mensen. Nou, wat we nu eigenlijk doen, die het beste in je naar boven halen, waar je blij en gelukkig van wordt. En waar je gewoon helemaal jezelf kan zijn. Het staat ook op mijn bucketlist mezelf zijn. In alle situaties, zoveel mogelijk. Ja, maar dat ben je eigenlijk altijd wel, vind ik. Ja, dat is ook wel zo. Dat is nu ik de 50 gepasseerd ben, is dat wel echt de 50 gepasseerd. Ze is 36 hoor mensen, echt.